Het was vooral speciaal. En speciaal omdat Alexander Sapic een speler is die eigenlijk zoals niemand was. Alexander Sapic was... Ik kwam voor het eerst tegen in 2003 op de WK in Barcelona. Ik ging daar kijken met mijn vader. We waren allebei geïnteresseerd in internationaal waterpolo. En dit was eigenlijk de eerste gelegenheid die we hadden om echt een heel toernooi te zien. En ik weet nog goed dat wij Alexander Sapic samen voor het eerst zagen. Toen Servië-Montenegro speelde tegen Japan. En hij deed amper warming-up, lag een beetje in het water, relaxed, klaar voor de wedstrijd. En Japan werd helemaal weggespeeld en Sapic scoorde, ik denk, iets van 7 keer. En wij keken ook, mijn vader en ik keken elkaar aan en we wisten dat we een speler aan het werk hadden gezien die eigenlijk van voor tot achter alleen maar speelt op talent, basis van talent. Alexander Sapic was een speler die, als hij wilde, kon hij scoren. En wanneer hij dacht dat hij wilde scoren, schoot hij de bal en ging, het ging zo vaak goed. Dat was iets wat we nog nooit hadden gezien. Dat was echt, echt genieten. Ja, los van dat WK in Barcelona, waar we hem natuurlijk nog een paar keer gezien hebben, heb ik later vooral nog voor die tijd dingen op YouTube teruggekeken, omdat er valt nog zoveel van die man te zien. En uiteraard ben ik hem daarna ook gaan volgen als journalist. Dus heb ik nog gezien hoe hij in Rusland speelde, in de Champions League. En eigenlijk het hele team daar op sleeptouw nam. Maar ook onderdeel was van een fantastisch team in Italië. En los van alles op het internationale vlak. Want ja, voor het nationaal team was hij ook altijd de topscorer. Altijd degene die op alle belangrijke momenten een wedstrijd kon beslissen. En dat heb ik allemaal meegemaakt. Of daar iets speciaal uit omhoog schiet, ik denk niet eens. Omdat het was allemaal zo krachtig. En het ging zoveel talent vanuit. Ja, dat hoort eigenlijk allemaal in hetzelfde rijtje. Ja, twee dingen. Zijn karakter is een speciale. Dat is denk ik geen geheim. Dat was als speler ook al zo. Maar dat kwam ook omdat hij de kwaliteit beheerste om eigenlijk altijd te kunnen schieten. Als hij vrij kwam, als hij ruimte kreeg, al was het maar een klein beetje, dan wist je bij Sapic, dat wordt een goal. Dat kan niet anders. Maar goed, daardoor nam hij natuurlijk, vanuit journalistperspectief, nam hij ook meer schoten dan andere spelers. Dus hij was altijd heel erg aanwezig. Misschien, voor zover ik kan beoordelen, wat minder goed te coachen. Omdat hij wat vaker voor zichzelf dacht dat hij kon scoren. En dat ook natuurlijk heel vaak deed. Dus voor mij zijn het eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant de karakter. Het was een bijzondere speler. Het was een bijzondere man. Is een bijzondere man. Ook om te coachen. Aan de andere kant zijn talent. Want zijn schottechniek ziet er niet bijzonder uit. Maar was zo effectief. Zo enorm effectief. Dat, ja, daarmee heeft hij enorm veel roem voor zichzelf gecreëerd.